Zoals je misschien wel ziet, sta ik niet voor het stadion van de Graafschap, maar voor Schiphol. Een van de grootste vliegvelden van Nederland. En ik ben hier omdat Delano Burgzorg van mij zo de gouden veten krijgt. Hij landt over een klein half uurtje en hij is voor het eerst mee geweest met het belofte team van Oranje. Delano, gefeliciteerd. Dankjewel. Hij is voor jou. Heb je zelf gestemd? Nee, ik heb zelf niet gestemd, nee. Niet? Nee, niet. Ik kreeg een link binnen. En toen had ik het gewoon aan mijn vrienden doorgestuurd en aan mijn supporters. En die hebben gewoon allemaal voor me gedeeld en geliked. Daar wil ik het ook even over hebben. Eerst even, want we staan natuurlijk op Schiphol. Yes. Iedereen heeft gezien. Jij komt ergens vandaan. Waar kom jij nu vandaan? Van Tsjechië, van Nederland 120. Ja, want jij het laatste moment redelijk opgeroepen, begreep ik? Klopt. Dus was de eerste keer. En eind van de middag werd ik opgeroepen. En dit is een hele mooie ervaring wat ik heb meegemaakt. Maar wat een gekke week heb jij dan gehad? Want je hebt vorige week natuurlijk dat waanzinnige. Is het Messi? Is het Ronaldo? Is het Maradona? Wat is het? Het is gewoon Delano Burgzorg. Delano Burgzorg. Het blijft gewoon Delano Burgzorg. Het was in ieder geval een gruwelijke goal. Daarom heb je ook deze prijs gewonnen. Vervolgens werd je voor het eerst opgeroepen voor de belofte van Oranje. Yes. Waar zit je dan als je dat hoort? Ik zat in de kleedkamer. Bij de Graafschap? Ja, ik zat gewoon in de kleedkamer bij de Graafschap en ik keek op mijn telefoon. Toen kreeg ik een berichtje van de teammanager. En dat ik werd opgeroepen. En toen ging ik wel echt eventjes door alleen in de kleedkamer. Je hebt even een paar TL-buizen eraf getrokken. Ja, denk ik wel. Nee, maar wat zeg je dan? Roep je dan naar je team van, hé jongens, Het was gewoon yes. Het kwam er gewoon meteen uit. En hoe was het dan deze week? Voor mij was dit was nieuw. Alles was nieuw. Mooie herinneringen, mooie ervaring. En ik hoop dat ik er bij mag blijven. Wat neem je mee dan? Je zegt mooie herinneringen, mooie ervaringen. Noem eens iets waarvan je zegt van ja, dit is iets wat ik echt meeneem. De trainingen. De trainingen zijn wel op ander niveau. Ja, de sfeer is ook wel anders in het team. Gewoon puur omdat je met jonge jongens speelt. En bij de Graafschap is natuurlijk allemaal oudere jongens, zijn wel wat bikkelen. Maar dit was gewoon leuk. Ik heb het echt gezellig gehad. Ja, met wie ben je helemaal zo dat je deze zegt van die is echt mijn nieuwe beste vriend? Navajo, Bobby en Bobby. Ja, die zijn wel mijn nieuwe vrienden geworden. Voor mensen die het niet weten, Elite League, dus al die topteams die spelen tegen elkaar in een soort van toernooi opzet. En jullie zijn ongeslagen. Wat moeten we dan verwachten voor de toekomst? Ja, dit is voor mij de eerste keer. Dus ik weet allemaal niet hoe het aan toe is gegaan. Maar wat ik heb meegemaakt, tegen Mexico vond ik het niveau best wel hoog. En tegen Tsjechië wat minder. We waren gewoon echt de bovenstaande ploeg. En de jeugd zit eraan te komen. Alleen dat kan ik meegeven. Hey, deze prijs, wat betekent die voor je? Want soms heb ik spelers die denk ik van nou, die flikt hem nou in de prullenbak. Soms heb ik spelers die zetten hem meteen op de schoorsteen. Wat betekent dit voor jou? Nee, deze ga ik een heel mooi plekje geven. Dit is de eerste prijs in betaald voetbal. Dus ik ga hem met heel mijn hart ga ik erop letten. Deze pakt niemand van me af.